Het is inmiddels een standaard gegeven. Zodra het warmer wordt, steekt Blauwalg de kop op in de Kralingse Plas. En dat ziet er zo uit. De bijnaam voor het groene goedje is dan al snel... Ettensoep. Ja, het is natuurlijk nog niet blauw, maar het is nu nog groen. Dus ja, we noemen het nu ettensoep. Hoe is het om dat weer te zien als ondernemer? Als ondernemer zijn, dan zak je een beetje de broek vanaf. Je wil gewoon heel graag dat het toch een keer opgelost wordt. En dat de mensen dan ook gewoon blijven. En dat we gewoon eindelijk gewoon normaal kunnen recreëren hier op de Kralingse Plas. Want wat heb je er voor last van? Vooral de stank. Mensen die niet komen naar de boot. De boten worden niet gebruikt. Er wordt niet gezwommen. Dat soort dingen. Wegblijvende klanten is dus een direct gevolg van Blauwalg in de plas. Maar ook als recreant stuit je al snel op problemen. Waar je maar kijkt, het is helemaal vol met dat groene spul. Leuk varen, maar zwemmen zit er niet in. Dus je kan echt het water niet in. En dat is echt zonde. En ook voor kleine kinderen is het gevaarlijk als ze drinken. Dus dat is, daar moet je echt mee oppassen. Ja, maar er is geen zwemverbod, want de waterkwaliteit schijnt nog goed te zijn. Ja, dat begrijp ik ook niet. Maar ik ga het water niet in ieder geval nu, nee. In het verleden lukte het niet om met waterstofperoxide de Blauwalg te bestrijden. De gemeente en het Hoogheemraadschap gaan het nu anders proberen. Zij pompen 5,5 miljoen euro in een project om het recreatiegebied weer schoon te krijgen. Daarbij wordt onder andere de bodem van de plas met 20 centimeter nieuw zand afgedekt. Recreanten en ondernemers komen daarentegen gezamenlijk met een andere oplossing. Gooi er een zandzuiger in, zuig al het zand en slip op. Tot aan de veenlaag, gooi er wat mosseltjes in, gooi er wat vissen in en verder met rust laten. En laat de natuur gewoon zijn werk doen.